Dames en heren, ik heet jullie van harte welkom bij weer een nieuwe video. FCM is onzekerheid over de toekomst van Riot. Er zit een ontsnappingsclausule in, dat is allemaal mooi. Als die afkoopsom wordt betaald, ben ik blij. 1,8 miljoen. Vrij is de nieuwe manager van Willem II. Die vervangt dus Brian. Wij spelen in de beker tegen Feyenoord. Daar speelden we in de competitie natuurlijk gelijk tegen. Maar ja, het is maar net de vraag of wij hiervan kunnen winnen. Ik wou Justin Janicek gaan overnemen van Bayern München. Alleen hebben we hier simpelweg nog geen geld voor. Kief de Belt wil aan het spelen in de toekomst. Ja, maar dat wil iedereen en dat kan ik niet. Alleen iedereen gaan beloven. Dat is het hele probleem. Aangezien de winterstop aanbreekt, kunnen we gewoon iedereen laten spelen. Hopelijk kunnen we een beetje in een flow komen nu. Weet je, die bekerwedstrijden maken mij nog niet zo heel veel uit. Maar in de competitie is het gewoon belangrijk dat we weer in de flow komen. Want we hebben natuurlijk heel veel wedstrijden verloren in de vorige video. Eigenlijk bijna alles behalve NAC. En NAC uit dreigden we ook gewoon gelijk te spelen. Dus opnieuw punten te verspelen. Maar laten we hopen dat de selectie weer een beetje motivatie heeft gekregen. Voor de competitie. Want we kunnen echt nog wel hoog eindigen in de competitie. Begrijp me niet verkeerd. Een rechtstreekse Europese plaatsing zit gewoon nog steeds in het verschiet. En misschien dat we zelfs wel hoge ogen kunnen gooien in de beker. Maar daar ga ik eigenlijk niet van uit. Vooral omdat we nu al tegen Feyenoord spelen. Ja, dan had ik dat liever eigenlijk anders gezien. Christo. Guy kopt nog weg. Oh, Berisha, die doet het leuk. Kan hij er dan ook uitkomen? Geef de bal maar eens aan Balde. En die gaat weer een beetje dom lopen. En dan is een countermogelijkheid weg. Maar kan het nog steeds? Bush. Guy. Ja, nee. Dat kan niet meer. Wordt gekloot van Balde. Dan krijg je zelfs de goal tegen. Wat een fantastische goal van Mats Wiever, zeg. 1-0 voor Feyenoord. Ja, dit is gewoon jammer. Die selectie kan boos doen, maar ze focussen zich echt niet. We hebben al zo lang hier met het voetbal gezien wat we wilden zien. Dat dominante voetbal van Emmen is gewoon helemaal weg. Heilen. Anton Guy. Fitz Jim. Nou, de supporters wouden dus dat we Fitz Jim overnemen. Kan vertellen aan de supporters. Gaat niet gebeuren. 7,8 miljoen euro is voor FCM gewoon onbetaalbaar. En anders zal ons hele transferbudget eraan opgaan als ons budget het al toeliet. Dus dat gaan we sowieso niet doen. En kijk wat hij hier doet. Het is ook belachelijk. Ah, Jansen kan het niet aan om zoveel wedstrijden te spelen. Bush ook niet. Fitz Jim eigenlijk ook niet. Maar we hebben geen middenvelders eigenlijk meer. En zo wisselen we al gewoon 4 keer. Het wordt 3-0. Nou, deze gaan we op papier afdoen. Het spijt me zeer. Denk ik. Maar deze gaan we denk ik gewoon maar op papier afdoen. Want dit is kansloos. Dit willen jullie als kijker denk ik ook niet zien. Dit is een kansloze avond. Echt kansloos. We gaan het nog gewoon proberen trouwens. Dirksen, dat doen we er nog in. We gaan kijken wat het halen. Want ik ben niet zo iemand die op gaat geven. Weet je, voor Feyenoord mag je dit verwachten. Maar onze selectie speelt ook gewoon niet goed. Ze kijken elkaar gewoon een beetje dom aan. Maar misschien dat we er nu een beetje voetbal in krijgen. Kaplan. Scholten. Vos. Ah, Vos. Bij 4-0 ga ik wel einde uitslag doen hoor. Dan valt er hier niks meer te halen. En Scholten gaat er ook wel voor zorgen dat het 4-0 wordt. Want wat die jongen aan het doen is geen idee. Maar die moest er ook al uit zijn.
En het is gewoon niet gebeurd. Het is gewoon niet gebeurd. Dan ging het gewoon weer bijna fout, hè? Nou ja, als we dit nog goed maken, dan mag Feyenoord zich kapot schamen. Benita, het wordt 4-0, hè? Hoe Dirk zijn kop er wel in gaat, hij springt niet eens. Het heeft ook iets met mentaliteit te maken, hè? Balde, ja, die kan hier niks. Hij loopt helemaal alleen. Hij kan wel iets. Balde. Smeets. Wordt bijna neergehaald. Berisha. Geeft de bal op Hamouti. Smeets. Heilen. En dan gaat de bal te ver naar achteren. Maar dit lukt nog. Smeets. Balde. Balde. Oh, jongen toch. Dit soort ballen moeten er toch gewoon in tegen Feyenoord. Hamouti. Berisha. Hamouti. Dirksen. Vos. Bal komt daar net niet lekker, maar Hamouti neemt over. Heilen. Brouwer. Ah, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik wel had verwacht dat het dichter bij elkaar zou zitten. Ook omdat de competitiewedstrijd natuurlijk gelijk werd. En de bal gaat op de paal. Dat is ook wel weer knap. De 77e minuut inmiddels. Deze wedstrijd gaan we niet meer winnen. Maar ik wil in ieder geval strijdend ten onder zijn gegaan. En dat vind ik nu wel dat we dat hebben gedaan. Ik bedoel van, oké, het wordt hier wel 4-0. Dus we kunnen wel mooi einde wedstrijd doen. Dus dat is mooi. Geen strijdplan gebruiken. Nou, genoegen nemen. Een gelijkspel. Het wordt 5-0 waarschijnlijk. Maar dan kunnen we ons in ieder geval gaan opmaken voor de competitie. Want deze oefenwedstrijd gaan jullie niet zien tegen Eindracht. Want dat maakt niet zoveel uit. Dus dan gaan we over naar de Eredivisie. Want het is inmiddels winterstop. Maar dat maakt niet uit. Want daar gaan jullie niks van merken. Als er nieuws is over Brian, meld ik het. Brian heeft de stap naar het buitenland gemaakt. Brian staat voor het eerst aan het roer bij Fis. Wanneer ze op zondag in het Estadio do Fuela tegen Farense aantreden. Nou, Brian heeft in ieder geval wel een stap gemaakt. Want hij speelt gewoon in de eerste divisie van Portugal. Alhoewel hij daar wel staat met een degradant die ook kansloos laatste staat. Maar dat maakt niet uit. Kansloos niet, want er is zo'n zicht op handhaving. Dus laten we hopen dat Brian dat gaat halen. En dan gaan we dat wel zien in Portugal. We zijn dus wel bezig op de markt. Ja, Justin Janicek hebben we dus nu gehuurd. Dat was al iets wat we hebben geregeld midden in het seizoen. Maar ik ben wel blij dat we dit hebben gedaan. Daardoor hebben we daar weer wat breedte in. Als het goed is, is hij ook goed genoeg voor de basis. Maar dat is nog even twijfelachtig. Anders komt hij sowieso in de wissels terecht. Dus ja, ik vind dat Wagner op dit moment gewoon het niet waar maakt. Daarom zou hij misschien teruggehaald kunnen worden door zijn ploeg. Maar dat maakt mij niet zo heel erg veel uit. Ook zijn we nog bezig met iemand van AZ. En deze wou geen huren, ja, dan kan het niet. En Caden Wolf wou ook helaas niet komen. Want hij was wel geïnteresseerd in een huurperiode.
Oké, nou ja, jammer dan. Ja, ik heb er ook een bot op hem gedaan, maar goed. We gaan straks nog wel proberen te huren. We gaan eerst eventjes mijn oefenwedstrijd spelen, maar die zien jullie niet. Want jullie zien alleen onze ontwikkeling op de transfermarkt of de Eredivisiewedstrijden. Nou, vandaag staat dus de volgende wedstrijd op het programma in de Eredivisie. Ook Brian heeft zijn wedstrijd. Nou, dan gaat Bush gewoon weer spelen. Jan, niet check. Zal helaas op de bank gaan beginnen. We zien bijvoorbeeld dat Landu gaat spelen. Balde is helaas nog geblesseerd. Daardoor mist hij deze wedstrijd. Maar daartegen zijn onze belangrijke spelers gewoon er wel weer. Want Balde is ongeveer net zo goed als Charlie Landu. En Landu hebben wij zelf onder contract staan. En het is ook wel fijn om ook bepaalde spelers natuurlijk eventjes in de kijker te spelen. Bijvoorbeeld Anton Guy zal eruit gaan voor Schouten. En we proberen Schouten en Hamouti hierin een beetje te rouleren. Dit gaat wel een beetje ten koste van Rijt. Maar goed, ik wil die twee natuurlijk in de kijker spelen. Want Rijt, daar heb ik nog toekomstplannen mee. Met die twee spelers niet. En zolang zij niet spelen, gaat hun waarde alleen maar dalen. En dat is niet de bedoeling. En daarom moeten wij als FCM zijnde ook spelers gaan verkopen. Gaat deze periode denk ik niet gebeuren, maar door Schouten en Hamouti iets meer wedstrijden te laten spelen gaat het wel lukken. Bush maakt in ieder geval 1-0 voor Emmen tegen FC Twente, maar is het dan geen buitenspel, want hij stond wel heel erg vrij. De Twente spelers zijn ervan overtuigd en dat blijkt ook, want het doelpunt is toegekend, dus het is onterecht. Zo staat FC Emmen op een 1-0 voorsprong. Ik ben alsnog wel blij met de komst van Jantisek, of hoe die ook heet. Ondanks dat hij natuurlijk nu niet in de basis kan starten. Hij kan sowieso invallen en dan mag hij het laten zien. Het gaat natuurlijk niet over één wedstrijd, maar ik heb best wel veel vertrouwen in zo'n speler. En we gaan het voor de rest meemaken. Landu speelt in ieder geval goed. Ik denk dat Landu ons ook wel oprecht geld kan opleveren. Ook vind ik Twente enorm sterk spelen op de Oude Meerdijk. Maar laten we dat wel even afkloppen. Want Twente kan ook uit de onverwachte hoek komen. Fitzjim met de corner. En daar vinden we niet Amatjan Kaplan. Fitzjim, Scholtje. Ben Scholte. En daar is het bijna 2-0. En dan, nee, er wordt de bal dramatisch afgegeven. En zo gaan we rusten, denk ik, met 1-0, denk ik. Ja, we gaan rusten met een stand van 1-0. Oké, dan ben ik natuurlijk verheugd. Dan moeten we niet te blij zijn, want dan gaan we in ieder geval Jantisek erin doen. Hij is een spits, voor zover ik weet. Ook gaat Guy eruit. Daarvoor komt Schouten in de plaats. En voor de rest ga ik nog niet echt wisselen. Ik zie nog niet echt reden tot wisselen. Fitzjim en Kaplan zijn blij. Ik bedoel, Smeets en Kaplan zijn blij. Ook is Jantisek blij. Maar goed, Twente met nieuwkoop. Taha. Bijvoorbeeld hier ook nog blijkbaar. Müller. Twente mag wel laag staan, maar Emmen is ook niet zo heel erg denderend. Hebben we maar gezien aan het einde van de eerste seizoen zelf. Jong-Jong-Siuk, Preuper, Müller, Flap. En daar ligt te veel ruimte. Nieuwkoop, waar is Jansen als je hem nodig hebt? Het is dat de bal net overgetikt wordt door Fabian de Keizer. Taha met de corner. Deze moet voor de Keizer zijn en alleen die komt niet. Dennis Vos erin. Ah, oké. We zien ook al waarom het niet zo lekker loopt. We gaan in ieder geval de verdedigers wisselen. En dan ga ik Landu er ook uithalen. Zodat we een beetje van beide wat hebben. Smeets. Van Hoeven. Het zal het zelfs direct 2-0 maakt. Oh, bijna. Op de paal geschoten door Van Hoeven. Leek erop dat de keeper eraan zat. Bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Maar Emmen neemt het wel iets meer over na de wissel. Smeets, Fitzjim. Heeft best veel ruimte zeg. Keiler trapt de bal uit. Over het algemeen zijn wij goed in de lucht. En Jantisek doet dat ook. Schouten.
Ik denk dat ik zijn naam helemaal verkeerd uitspreek, maar dat maakt niet uit. Derksen, Vos, Scholten. Oh, Derksen, waar ben je mee bezig? Dit leek een fatale afloop te worden. Smeets, Fitzjim. Moet nu niet te veel hooi op zijn vork nemen. Doet hij ook niet. Schouten. Die mag zich wel iets meer bewijzen met zijn grote mond. Over speeltijd. Derksen werkt de bal niet heel lekker weg. En dan is het 1-1. Verdedigend wisselen doe ik ook niet weer. En naar Schouten ga ik ook niet meer luisteren. Want Schouten is een dramatische back hier. Dit is zijn fout. Als hij niet zo over... Als hij dit nou gewoon beter oplost, dan was er niks aan de hand geweest. En nu staat het gewoon weer 1-1. We hebben ook gewoon niet meer gevoetbald. Ik moet gewoon aanvallend blijven wisselen. Die verdedigende wissels bevallen mij niet. Mijn ploeg is hierdoor niet beter gaan voetballen en al helemaal niet beter gaan verdedigen. En we spelen hier gewoon gelijk. Ik ben gewoon weer boos op mijn selectie. Het is echt een wanprestatie eerste klas weer. Kom op zeg. Laat maar. Brian staat in ieder geval 1-2 voor. Dat is goed voor hem. Nou, ik baal natuurlijk gewoon aan zijn stekker. Dat horen jullie ook. Ik bedoel van... Er zit zoveel meer in deze selectie. En het... Ik weet niet wat er misgaat. Maar we staan gewoon 8e. En het ging zo goed. En het kan nog hoor. We kunnen gewoon nog 4e worden. Maar kom op. Laat zien wat je kan. Michael Heijden vertrekt mogelijk naar Heracles Almelo voor 2,2 miljoen euro. We hebben nog geen bod gehad, maar de media weet misschien uit betrouwbare bronnen wel meer. Want ja, die hebben wat informatie uit Almelo's kant weten te onderscheppen. Nou, laten we hopen dat het waar is, want hij komt toch niet echt meer voor in onze plannen anders. Ik bedoel, van 2,2 miljoen euro gaan we niet weigeren voor een basisspeler. Ik bedoel, van ik snap wel dat Heracles hem wil. Hij heeft bijna heel veel wedstrijden in de basis gespeeld. Maar het scheelt dat wij nog opties hebben met Derksen. En eventueel kan Vos daar ook spelen, die natuurlijk even op dit moment heel eventjes geblesseerd is. Dus ja, ik ben wel blij met de aankomende wedstrijd tegen FC Utrecht. Hopelijk kunnen we deze gaan winnen. En daarna hebben we nog 1 wedstrijd en dan zit de video er ook alweer op. En laten we hopen dat we deze video af kunnen sluiten met... Oh, weer een verliespartij. Kan naar Twente moeten gaan, denk ik. Ik begin wel steeds meer te twijfelen. Amatjan Kaplan. Janse Balde. Het is ook gewoon alweer 1-1. Fabio Balde maakt hem. Weet je, het gaat de laatste tijd wat minder bij Emmen. En dan denk je elke keer van, ja, had ik die transfer moeten maken? Maar ik denk nu gewoon van, ja, weet je wat, het is niet anders. Ik bedoel, van, we zijn in een project gestapt. En dat project kent enorme hoogtepunten en enorme diepe dalen. Nou, moet ik zeggen dat we een diep dal nog niet echt hebben meegemaakt. Een paar wedstrijden verliezen is natuurlijk geen diep dal voor FCM'en begrippen. Sterker nog, ik vind het een compliment dat ik net chagrijnig werd omdat ik een paar keer heb verloren. Want... ja, vorig seizoen verloren we natuurlijk meer dan dat we wonnen. En nu lijkt het gewoon een beetje andersom. Guy Berisha, die heeft zich nog echt niet laten zien. En nu schiet hij op de paal. Balde. Nou, die loopt de bal gewoon zelf uit. Dat was wel minder gedaan. De keizer pakt de bal knap. Dat is mooi. Nigren, Bouzaïd. Guy kon de bal daar afpakken, maar deed het niet. Iqbal, oh, de keizer, jongen. Dit was een rolletje. En deze bal wordt weggewerkt. Nigren die overneemt. Vesterlund. Bouzaïd, Vesterlund. Oh, dat komt niet goed dus. Nou, we gaan rusten dus met een stand van 1-1.
Ben ik zeker niet ontevreden mee, maar wel een beetje teleurgesteld in de ploeg. Het had wel echt beter gekund, vind ik. We laten nog echt niet het voetbal zien wat het in de eerste seizoen, eerste seizoenshelft in zat. En toen hebben we gewoon laten zien dat we echt goed kunnen voetballen. Misschien hebben tegenstanders nu wel een medicijn gevonden voor ons voetbal. Dat zou kunnen natuurlijk. Maar het is aan ons om te laten zien dat het niet zo is. Bush, Berisha. Oh my god, wat heeft hij opeens last van? Opeens maakt hij gewoon niks meer af. Ja, dan gaan we wisselen. Want ik maak me nu wel ernstig zorgen om Berisha. Jansen. Scholten. Smeets. Ja, goede bal op Fitz Jim. En dan Bush. En dan voetballen naar Berisha. En dan gaat hij zeker nu afmaken, hè? Oh, nee, niet. Nou, Berisha moet nog gewoon even op stoom komen. Is niet anders. Dan wisselen we hem. Dan wisselen we de vier. En dan zul je net zien dat er iemand geblesseerd uitvalt. Is altijd zo. Brouwer. Ja, jammer. Dan hebben we dus aanvallend gewisseld en wat op het middenveld gewisseld. Voor de rest hebben we niet erg verdedigend gewisseld. Ja, een back en dat is Julius Derksen. Brouwer hebben we dus ingewisseld op middenveld. Van Hoeven voor hopelijk wat meer scorend vermogen. Want Van Hoeven kan wel scoren, heeft hij bewezen dit seizoen. Ja, Berisha kan het ook, alleen nog niet dit seizoen. Van Hoeven geeft de bal aan Janicek. Derksen, die kan niet schieten. Maar Landu op de paal. Hij mag er ook gewoon niet in aan de M-zijde. En Romani wordt niet bereikt. Nou, de wissels hebben ons wel iets meer aan het voetballen gebracht. Vind ik zelf. Alleen mogen we nu niet te laks gaan voetballen. Want Utrecht kan ook wel voetballen. Utrecht heeft ook kwaliteiten. Dus ik wil wel iets meer focus. Mike van der Hoorn. Op Christopher Boot. Op Zach Boot, of hoe die ook maar heet. Christopher, dat is wel een iets andere naam. Oh nee, hij gaat er niet in. En je gooit Emma, Guy, Van Hoeven. Van Hoeven, niet schieten. Scholten ook niet schieten. Landu ook niet schieten. Derksen ook niet schieten. Jongen. Nou, laten we Kaplan dan maar eens proberen te vinden, Fitz Jim. Kan je Kaplan vinden? In deze corner. Nee. Guy. Fitz Jim. Oh, wat een dramatische aanname. De keizer. Komt er dan nog een hoogtepunt voor Emma aan? 91ste minuut gaat in. Fitz Jim. Van Hoeven. Ah, jongens. Ah, als we Utrecht hier nog de punten gaan geven. Ik ga wel steeds meer twijfelen aan die middenmootdoelstelling. Echt wel. Deze selectie begint incapabel te worden. Terwijl het zo goed was. Het was zo goed. En we hebben tegenslagen en dit team kan niet met tegenslagen omgaan. Het is nog nooit goed gegaan. Selectie kan niet tegen tegenslagen, dat is duidelijk. Wordt weer opnieuw boos. Het is ongelooflijk hoe slecht deze selectie met tegenslagen omgaat. We hebben een paar tegenslagen gehad en het is met één rechte lijn gewoon naar beneden gegaan. Dat is gewoon geen enkel positief ding te vermelden. Degradatie komt ook gewoon weer dichterbij met 10 punten. We zijn nog lang niet veilig. Ik snap niet wat deze selectie last van heeft, maar ze zijn niet zo goed als dat ze denken in ieder geval. Dennis Vos is helaas nog gezakt voor de fitnesstest, maar Robin Schouten kan maximaal 45 minuten spelen. Vandaag staat de laatste wedstrijd tegen PSV op het programma. En PSV gaan we eigenlijk verliezen, zo eerlijk moet ik zijn. PSV is gewoon vele malen beter dan wij. Ook houden wij gewoon de opstelling nog intact, want ik ben van mening
dat wij ons moeten handhaven met deze selectie. Want dat was ook de doelstelling van de club en ik heb me er ook inmiddels bij neergelegd dat het ook waarschijnlijk het maximale haalbare is. Dan gaan we volgend seizoen proberen meer huurspelers te halen van kwaliteit om dan uiteindelijk proberen de middenmoot aan te vallen. Het zou dit seizoen eventueel nog kunnen, maar dan moet de ploeg wel iets meer vorm krijgen dan wat ze nu hebben. Dus we gaan het zien wat wij kunnen tegen PSV uit Eindhoven. We spelen in ieder geval in het Philips Stadion en PSV zal ons daar ongetwijfeld helemaal gaan wegblazen. Babadi, Boskagli, Jason van Duiven, maar die geeft er zomaar een kaplam. Ja, en FCM is alleen niet zo goed in counteren, dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Jansen, Scholten, en ja, dan staan we eigenlijk al vast. En dan wordt Landou nog bereikt op een positie waar hij eigenlijk niet zich fijn voelt. Guy, Smeets, geeft hem aan Scholten, die staat helemaal vrij. En die kan best wel van afstand schieten en via de onderkant van de lat ketst de bal er dus weer uit. Hier komt Benitez goed weg, althans Trommel of Benitez of een keeper die gehaald is. Ik heb geen idee. We zitten in ieder geval in het derde seizoen van onze FCM en Career Mode. Waarvan het vierde seizoen volgens mij al. Dit is toch het derde seizoen in de Eredivisie? Hoe ben ik allemaal? Nee, dit is het tweede seizoen in de Eredivisie. Sorry, dit is het derde seizoen. Nou ja, als het 0-0 blijft ben ik ook tevreden. Maar als het... Ja, als het maar niet een al te dik verliespartij wordt, is het voor onze doelpuntensaldo altijd goed natuurlijk. Nou, we zijn gewoon een beetje verblind geweest door de goede resultaten van de laatste tijd. Toen hebben we ons een tijdje te goed gevoeld. Ook ik heb het team overschat hierin. Maar, ja kijk, dit soort momenten heb je dan ook weer in de wedstrijd. Waarin opeens die Sian Bush toch weer gaat scoren. En ik twijfel eraan om hem over te nemen. Ik weet nog niet precies wat hij waard is, maar ik denk ook gewoon dat Sian Bush gewoon niet haalbaar is. En Sian Bush wordt waarschijnlijk gewoon weer een aankoop, anders die gewoon ook gehuurd kon worden. Want we zijn natuurlijk bezig met een huurbeleid. Weet je ons beleid niet? Kijk dan even onze vorige video's. Daarin leg ik het helemaal uit, althans in één van de video's. Leg ik het helemaal voor je uit, aangezien we daar een reactie over kregen. Althans, ja, niet echt over het beleid, maar ja, over wat mijn doelstelling is. En daarin legde ik ook een beetje het beleid van mij uit. Ja, en dat, ik ben nog steeds van mening dat we daarmee ver kunnen komen. Dit had ik eigenlijk al niet verwacht, dat wij onder middenmoot zouden strijden. Het was een hoop, maar het was zeker niet dat ik dat verwacht. Nou, wij gaan even de middenmoot aanvallen. En dat is ook zeker niet zo dat je mij had verteld dat we PSV in het Philipsstadion even moeilijk zouden maken. Ondanks dat het hier nu 1-1 staat. Ik bedoel, van, het is voor PSV natuurlijk gewoon al schandalig dat ze achter hebben gestaan. En ik ben blij over de ontwikkelingen die de selectie doormaakt. Ondanks dat wij bepaalde spelers hebben die we gehuurd hebben die eigenlijk gewoon het niveau niet zo goed aankunnen. Maar dat terzijde. Ben jij een back, ja? Ik dacht dat jij de spits was. Ik wil Berisha proberen meer aan die kant te brengen, zodat hij misschien zich daar kan bewijzen. Dan wisselen we Bradley van Hoeven er ook nog even in. Zo hebben we 3 wissels gedaan. Brouwer, Berisha en Van Hoeven. En dan wil ik even kijken hoe het allemaal gaat zitten qua wat we nog moeten gaan wisselen. Brouwer is in ieder geval een kwaliteitsinjectie die we nu in de selectie doen. Dat zo'n speler missen we wel eventjes die een goede dribbel heeft. Oh, FitzJim. FitzJim gooide te veel hooi op zijn vork. En daardoor kwamen we bijna achter. Maar gelukkig gaat het goed. Logisch dat PSV natuurlijk beter is in eigen huis. Dat had ik ook niet anders verwacht eigenlijk. Ja, en dan zie je nu net dat je verkeerd hebt gewisseld. Nou, Kieftenbelt kan er wel inkomen. Die gaat binnenkort trouwens stoppen met voetballen. Dat is heel jammer. Dat is wel echt een gemis. En Guy moet er eigenlijk wel uit voor Hamouti. Eigenlijk wil ik Brouwer graag omwisselen. Maar Brouwer heb ik nu al op de backpositie staan. Dus het is niet anders. Ik had Brouwer namelijk liever op het middenveld gezien. Is even een foutje van mij geweest. Maar goed, misschien even deze ingooi wat op. Hamouti. FitzJim. Oh, nee. Oh. Berisha scoort. Het is 2-1 voor Emmen. Dion Berisha maakt hem gewoon. Het is echt... Ik heb even gemist, maar volgens mij is het eerste treffer. Is dit dan misschien de positie waar hij zich veel fijner voelt? De speler die is overgekomen van München, die nog helemaal geen indruk wist te maken dit seizoen, scoort opeens.
Maar ik maak me wel een beetje zorgen om de centrale verdediging. Die halen wat qua stamina misschien net de wedstrijd. Maar ze zijn al aardig aan de vermoeide kant. En PSV gaat sowieso nog een kans krijgen, denk ik. De Keizer, Ahmetjan Kaplan. Als we hier nou niet dom gaan doen. Ja, dat doen we dus wel. We spelen de bal weer dom lang. Ja, dan is het wachten. Maar ja, misschien was dit die kans. Laten we het hopen. Ik bedoel, van ik had liever gezien dat Kaplan gewoon probeerde op te bouwen. Want dan hadden we misschien nog een kans kunnen krijgen. De Keizer heeft de bal. Hij gaat hem sowieso weer uittrappen. En dan is de bal weer voor PSV. Zoals gewoonlijk. Ja, dit was te voorspellen. Xaver. Ach ja, 2-2 zou ook geen ramp zijn, toch? Ondanks dat je wel de hele tijd voor hebt gestaan. Dat maakt het dan wel jammer. Kaplan, Kieftenbelt. Oh, wat een bal op Bradley van Hoeven. So do you. Dat is gewoon een vuurpijl. Fit Jim gaat uithalen en dan is het 3-1. Hoppata, PSV verliest van FC Emmen in het eigen Philips Stadion. En zo toont Emmen regelmatig weer zijn klasse. Alleen tegen Utrecht toonden het zijn klasse, gingen de goals er niet in. En nu zijn wij hartstikke effectief, van bijna al onze schoten op doel vliegen erin. En nu durf ik eigenlijk wel te zeggen dat wij hebben gewonnen van PSV. Daar ben ik best wel tevreden over. Gewoon met 1-3 winnen in Eindhoven, daar kan je hartstikke tevreden over zijn. En zo zijn we verheugd op het team en denk ik ook wel dat handhaving inmiddels binnen is. En denk ik dat we onze doelstelling gehaald hebben. Ook is de video ten einde. Als Brian nog heel eventjes door wil skippen dat ik de hele eindstand weet. Want dan kunnen we even kijken wat we precies te zien krijgen. Het spel wordt in ieder geval opgeslagen. Twente staat in degradatienood. Staat op dit moment op de 16e positie. Vitesse zien we terug op de 17e plaats en Excelsior op de 18e positie. Emmen staat 8e op dit moment. Maar ja, Heerenveen gaat ons in ieder geval niet inhalen. Dus in principe staan wij nu gewoon officieel 8e. Dus daar ben ik blij mee. Twente kan nog buiten de degradatie komen. Moet het wel de volgende wedstrijd gaan winnen. Op een maandag van Vitesse. Ik ben hartstikke blij met de 8e positie. En we hebben nog zicht op Fortuna en Eagles. En eventueel nog Zwolle. Dus het kan nog alle kanten op. We kunnen zelfs nog naar PSV en Utrecht klimmen. Misschien zelfs nog naar Feyenoord. Dat gat is maar 7 punten. Dus het zou nog alle kanten op kunnen in die Eredivisie. Een Champions League plaats zal nog zeker kunnen. Maar dat zal een utopie zijn helaas, denk ik. Ik denk dat dat gewoon droom is. Maar dit... Met deze eindklassering zou ik al super tevreden zijn. Dames en heren, bedankt voor het kijken en toedeledokie.